Speerpunt van de FNP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart is dat de werindeling van gemeenten maar de burgers dienen worden maat. Dat waard van de medicijn bij de naïersbijeenkomst van de partij in Frentje. De FNP wil dat de dwarsbelangen zo vol mogelijk bij de werindeling en de geerwerkingen belutsen worden. De FNP heeft bot vertrouwen in de verkiezings. Ik denk vanuit de FNP ben ik wel heel erg op tijd. Dat zie je dus natuurlijk ook al dat de werindelingsverkiezingen die binnen goed slagen van de FNP. En dat toch dicht bij de Borgensteen, als je nou in Lietz of in Guttere gemeente, maar dat dicht bij de Borgensteen, dat heeft al van heel soort mensen een pre. Juster werd al bekend dat de FNP het standbeeld van Keertser Hotse schuil liet haast voor het helle hier. Dit als stunt voor de start van de verkiezingscampagne van de partij. De partij heeft een duidelijke opzet om de Borgers bij de werindeling van gemeenten te beloeken. Ik denk even aan dat we als FNP benamen denken over het versterken van de dwarpsbelangen en van wat in het dwarpen speelt. Omdat je bij het groter worden van de gemeenten hield iets meer ik weer het idee hebben van dat de mienskip zelf dat die wel jet worden maat.